Yo, what up mensen? Mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is, weet ik veel welke dag het vandaag is. Het is ongelooflijk. Het is dinsdag. Het is dinsdag en het is tijd voor een nieuwe vlog, online. Om vandaag op te nemen in ieder geval. Ik ben op het moment even aan het chillen. En ik dacht, weet je wat, ik ga even een vlog opnemen. Mijn vlog is vandaag online gekomen, mijn allereerste vlog. Tot nu toe wordt hij lekker ontvangen. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik was op de Brothers Green even aan het kijken op tv. Dan zie je wat ik aan het doen ben. Terwijl ik aan het renderen ben. Want ik render hier nou, je kan het zien. Tam, tam, tam. Ik ben aan het lachen. Wat is nou weer gebeurd? Volgens mij ging toen Duffy dood. Duffy ging dood. In ieder geval was aan het renderen van... hoe heet die shit nou ook weer? Ik vergeet altijd de naam. Van Factions. Want ik heb vandaag Factions leren ontdekken. De serie, zeg maar, de game mode Factions op de server van CosmicPvP.me. En jongens, ik moet zeggen, ik ben verslaafd. Ik vind het awesome. Ik heb de eerste video opgenomen van een half uur. Die komt dus inderdaad volgende week online. Je krijgt natuurlijk te zien op maandag om 3:30 in mijn weekoverzicht van de week. Weet je wel, het nieuwsoverzicht van de week. Daar ga je natuurlijk het te zien krijgen. Dat ik daar ga spelen, want ik vind het een awesome serie. Ik wil het echt knallen. Ik wil er heel veel episodes op online gooien, want eigenlijk is het een soort Minecraft Survival met PvP aspecten, met echt andere mensen. Ik vind het hartstikke awesome, dus dat gaat... daar ben ik nu mee bezig. Dus dat is iets wat ik eigenlijk wilde melden aan jullie. En er wordt eigenlijk een vlog over 2 dagen. En ja, goed, in ieder geval, dat is dus waar ik nu mee bezig ben, wat ik aan het doen was. En binnenkort ga ik ook even natuurlijk hebben over wat ik zei in mijn vorige vlog over het gedoe. Dat ik niet zoveel opneem met sommige YouTubers. En daar ga ik de reden van geven. En hoe het eigenlijk gaat in de community. Daar ga ik het binnenkort even met jullie over hebben. Het wordt misschien een pittige video. Misschien is het niet helemaal slim om te doen. Want sommige mensen gaan echt kwaad erom worden. Sommige YouTubers gaan misschien boos om me worden. Maar I don't give a damn. Bad boy for life. Nou, dat kan wel niet zoveel schelen meer. Ik wil gewoon dat sommige dingen mogen gewoon een keertje aangekaart worden. Weet je. Want iedereen accepteert het maar. En... ik vind het gewoon gaar. Ik vind het gewoon gaar en jullie mogen best weten hoe het allemaal gaat. Nou, ik ga weer even mijn huiskamer en volgens mij is het fucking donker. Of was het nog zichtbaar genoeg? Het is zichtbaar genoeg. In ieder geval, ik ga dus even met jullie praten erover. En morgen ga ik jullie een keertje meenemen in mijn dagelijks leven. Vandaag moest ik namelijk de hele dag binnen blijven, want ik heb last van mijn rug. Ik heb mijn rug overbelast. Er zit een ontsteking in mijn rugspier. En dat deed pijn. Dus ik kon niet naar mijn werk vandaag, de Starbucks, en ik ben nu 2 dagen vrij. Dus morgen ga ik jullie keer voor de eerste keer meenemen mee naar buiten. Ja! Want ik ga morgen mijn fiets inruilen. Ik heb een nieuwe fiets gekocht laatst, die is helaas te klein. Dus ik ga hem inruilen. En dat is eigenlijk mijn nieuwe werk, als het goed is. Nou, dat is een nieuwe baan, dus neem ik jullie misschien mee naar mijn nieuwe baan. Dus dat is misschien wel awesome sauce. Dat wilde ik misschien aan jullie laten zien. In ieder geval, dat wil ik vandaag met jullie even over hebben. In ieder geval, ik ga het ook met jullie hebben over de Factions. Ik speel dus op de server, CosmicPvP.me. Een awesome servertje. Het is hartstikke leuk. Het is van Mr. Woofles en Preston Plays. Een van de twee Minecrafters kanalen die ik kijk. En hun serie ook daadwerkelijk kijk. Van Factions. En ik ga jullie vragen, jongens. Join de server. Het is namelijk niet mijn server. Het is geheel gratis. En dan speel ik op de server Dreamland. Ik speel niet op Jungle. Ik speelde eerst op Jungle. Dat is episode 1. Als op Jungle, maar episode 2, please jongens, let goed op, episode nummer 2, vanaf daar speel ik op Dreamland. Dus join Dreamland, negeer episode 1 als in ik speel op Jungle, ik speel op Dreamland. En ja, dan kunnen we misschien kijken of jullie dus net iets hebben. Reageer even jouw faction, want jouw faction is, kunnen we misschien allies worden, alliance worden, kunnen we samenwerken om anderen te verslaan. Want deze server is net nieuw. Hij is de 29ste van, dan worden we helemaal maart, mei. Is online gegooid door de Preston Plays en Mr. Woofles. Dus die server is vrij nieuw. Dus we hebben nog kans om best wel een grote clan te worden daar, faction te worden. Dus daar gaan we aan werken. Ik zit er nu in samen met Duffy, episode nummer 2. En zie je hier aan het renderen. Je ziet dat nog steeds. Kijk hoe lang hij al bezig is, hè. Hij is al bezig, elapsed time, 1 uur en 32 minuten. En... je kan zien hoe awesome ik het vind. Kijk hoe lang die video is, hè. Fucking 42 minuten. Het is een video van 42 minuten lang. Zo leuk vind ik het. En om alleen te klippen en plakken, zoals vele andere YouTubers doen, dacht ik, nee. Ik ga dat niet doen. Jullie gaan met mij gewoon het hele avontuur meemaken hoe ik dat doe. En hopelijk vinden jullie dat leuk. In ieder geval nogmaals, morgen ga ik jullie mee naar mijn echte vlog eigenlijk. Ik ga het nog een keer met jullie hebben over YouTubers en waarom ik met sommige YouTubers niet meer opneem. En met sommige juist waarom weer wel.
Mijn series, ik ga het allemaal meenemen. Mijn gedachtegang, de vlogs, want het is natuurlijk mijn tweede vlog pas. Eerste vlog is goed ontvangen. Daar ben ik hartstikke blij mee, hoe ik ging koken. Laat nog even weten wat je vond van de sushi bowl. Dat wil ik nog even laten weten. Ik wil hopelijk vinden dat nog steeds leuk. En hoe ik een idee kwam voor sushi bowl om te gaan koken voor jullie. Door dit programma. Je ziet het, The Brothers Green. Ik zag het op tv en dacht, ik ga met jullie koken morgen. Vanavond, dat deed ik vorige keer. Goed, in ieder geval dat dus. Ik ga die morgen meenemen en laat weten hoe jouw faction heet op Faction PvP server cosmicpvp.me. In ieder geval, dat was het even voor nu, denk ik. Bladibladibla, ik zie jullie morgen ochtend. Neem ik jullie meteen mee, in de ochtend al. Tot morgen. Yes, yes, het is dag 2 van de vlog. En ik ben op weg naar de fietsen maken. Dus dat ga ik even doen. Naar de fietsen maken, maar een nieuwe fiets die ik gekocht heb is dus te klein. Ik moet hem omruilen en dat ga ik nu dus doen. Dus ik neem jullie mee daar naartoe. We zijn bij Amsterdam Centraal Station. Daar is het. Holland Rentebike. Waar we zo mee gaan werken. En ik zie jullie wel gewoon daar. Sfeerbeelden. Hij is aangekomen bij de Holland Rentebike. Let op. Diberto! Vloggen houden. Vloggen? Kom je dat gewoon bij mij doen? Kom gewoon bij mij op je vloggen. Mag je filmen of niet? Bij mij mag het. Mag maar niet. Vlog is er ook nog gezien trouwens. Oh, die sushi. Is er. Die sushi. De sushi vlog, ja. Oké, okay, jongens, dit is Diberto. Hoi. Hallo. Het is mijn oud collega en hier kom ik dus vaker met de fietsenmaker. En ik ga langs komen voor die fiets op. Garantie uit het doek. Garantie uit het doek. Garantie uit doek. Ja, ik kom dus mijn fiets even naar halen. Dat mag, jongen, dat mag. Goed, ik heb in ieder geval gezegd, ik zou even meenemen. En dit is mijn oud collega Diberto. Ze praat heel zuur zijn. Als deze Ed werkt, dan roepen Diberto, dat is je Ed. Maar ik werk vandaag nog. Diberto. Diberto. Goed, in ieder geval, dit is, ik zou je even laten zien trouwens. Mag ik even rondlopen? Ja, goed. Mag even rondlopen. Kijk, dit is mijn oude werk. Heb ik hier eerst gewerkt. Voordat ik naar Starbucks ging, heb ik hier gewerkt. En ik ga dus binnenkort weer hier werken. Dat is awesome. Er is nog een meneer binnen. Maar dat is awesome. Hier heb ik eerst gewerkt. Hier heb ik leren fietsen maken. Ik heb hier 1,5 jaar gewerkt. In de zomer vooral. En ik mag vanaf 1 juli mag ik hier weer beginnen. Dus ik ga vaak met jullie hier naartoe. Want ik ga hier vloggen natuurlijk. Als ik hier mag vloggen. Want meestal kan dat wel hier. Ik laat het even zien, jongens. Het is een vet mooie winkel hier. Kapot veel fietsen, kapot veel. En dit soort fietsen kun je huren. Dus als je ooit in Amsterdam bent en je wilt graag fietsen huren, zou ik dat hier doen. Goedendag. Goedendag. Dan zou ik het zeker hier doen. Het zijn hele goedkope fietsen, €8 per dag om te huren. Super cheap en het zijn gewoon goede fietsen, dus dat is dat. En ik heb nu deze fiets. Dit was mijn fiets dan, want ik ga hem inruilen. Garantie op de hoek. Ik heb er nooit mee gefietst, maar. Klein stukje maar gefietst. En eigenlijk mag ik nu hieruit kiezen. Als het goed is. Als het goed is. Voor mijn nieuwe fiets. Ik ga even kijken hoe en wat. Want het moet wel de goede maat zijn. Dit was dus niet de goede maat. Maar ga kijken voor een betere fiets. En dan zie ik je eigenlijk zo meteen weer op de terugweg, denk ik. Want meer heb ik eigenlijk niet te melden hier. Daar gaan we, hoor. Oh, wacht. Jawel. Ik heb één stukje. Dit is Robbie. Hij is van de site van www.gamenerds.nl. Ook zijn Twitter staat even in de beschrijving. Volg hem even op Twitter, want hij maakt alle trailers van alle nieuwe games. Robbie heeft het. Je weet het zelf. Robbie heeft het. Dus doe dat even. En ik zie jullie zo meteen alweer. Hoi. Oké, mensen. Ik ben weer thuis. Het is trouwens niet eens de dag zelf van het fietsen maken. Het is alweer 2 dagen later. Ik kon helaas mijn fiets niet ruilen. Dus dat moet ik even laten weten. Ik kon mijn fiets helaas niet ruilen. Dus ik ga binnenkort weer terug om mijn fiets wel te ruilen. Want er is niet eentje die perfect bij maat is. En ik ben heel streng als ik een fiets wil zoeken. Want ik heb nou eenmaal wat verstand van fietsen. Dus ik wil gewoon de perfecte fiets hebben. En niet eentje die gewoon verhoogd wordt. Dus dat is dat. Dat ga ik dus een andere keer ruilen. Maar ik heb heel goed nieuws. In mijn eerste vlog zei ik ga een gesprek hebben met David. Misschien over de Kingdom. En een gesprek is geweest. Ik heb een gesprek gehad met David over de Kingdom. En ik ga meedoen. In seizoen 3.
Yay! Dus dat is even het goede nieuws. Dat wilde ik jullie even melden. Voor het einde van de vlog. Het laatste stukje eigenlijk. Want ik ga dus mee naar In The Kingdom. Dus er gaat op mijn kanaal ook Kingdom komen. Ik zit bij Entropia. Dus tam tam tam. Ik ga best wel een vette rol krijgen. Ik moet hem nog helemaal invullen. En mijn kanaal ga je vooral eigenlijk zien. Want The Kingdom is dus 10 jaar later. Dat moet iedereen weten. The Kingdom is dus 10 jaar verder. Op mijn kanaal ga je eigenlijk mijn... In het begin zeker vooral mijn character development krijgen. Want hoe de fuck ben ik... Ja, dat ga ik niet kunnen verklappen. Maar ja, in ieder geval, hoe de fuck, wat heb ik gedaan in die 10 jaar? Want ik kan niet ineens... Hey, kijk, nieuwe character in The Kingdom. Woe! Zo gaat het natuurlijk niet. Dus ja, op die fiets ga ik dus even uitleggen hoe het werkt. Dus dat wordt wel awesome. Ik heb best wel een vette character. Ik vind het leuk. Het gaat vooral omdat ik best wel een sterk persoon ben. Dus dat maakt me allemaal leuk. Dat vind ik altijd hartstikke gaaf. Weet je, ik vind het leuk om te PvP in Minecraft. En in mijn kingdom, mijn character is ook wel een sterk persoon. Dat is awesome sauce. Dus ik wilde het even met jullie delen. Ik ga dus in The Kingdom. Ik ga aan The Kingdom werken. En het lijkt me ook hartstikke awesome om dat te doen. Want ik heb het een beetje gekeken in het begin. Ik vond het een heel vet idee. En uiteindelijk heb ik het niet helemaal gekeken. Want ik vond sommige mensen heel slecht acteren. Daar baalde ik een beetje van. Maar ik ga er nu weer meedoen. Ik ga er nu aan meedoen. Dus awesome. Lijkt me hartstikke vet. En de opnames gaan bijna beginnen. Dus The Kingdom komt heel dichtbij. Dus houd DDG in de gaten. Vooral dus David Games is natuurlijk het hoofdkanaal van The Kingdom. En het wordt allemaal hartstikke awesome. Dat wilde ik jullie even laten weten. Dat ik dus dat ga doen. In ieder geval, ik moet over een uurtje moet ik op mijn werk zijn. Het is nu 4 uur. Je ziet het al. Het is 4 uur. Ik moet zo werken. Ik heb er totaal geen zin in. Maar ja, werk is werk. Geld verdienen is geld verdienen. Volgende maand heb ik dus een andere baan. En dan maken we het ietsje gelukkiger, ietsje blijer. Ook zal je mij trouwens binnenkort in de eerstvolgende episode volgens mij van The Prison zien. Kijk of jullie weten wie ik ben in The Prison. Dus als je online gekomen is, die video van The Prison, laat even weten dat je vindt, oh kijk, dat is Dylan. Want die komt dus ook in The Prison voor de volgende episode, als het goed is. En ja, dat was meer zijn roleplay. En sindsdien was ik echt helemaal verkocht. En daarom heb ik heel veel zin in The Kingdom, ook daarom. Ja, goed. Ga nog even naar mijn kat. Ga altijd even mijn kat groeten bij elke vlog. Tommy! Schrok je toen? Hey vriend. Dat is natuurlijk vriendje Tommy. Die ik helemaal wel de zeiker van de vorige vlog. Ja, Tom. Ja, ben je een kleine stinkert, hè? Ja, je hebt een kleine stinkert, hè? Ja, kijk dan. Hij is wel heel vriendelijk en heel vrolijk altijd. Dat is leuk van Tommy. Ja, heel goed. In ieder geval mensen, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een paar dingen aan jullie laten zien in deze vlog. En ik zie jullie graag in de eerstvolgende vlog of video. Bladibladibla. Oké, mensen, in ieder geval dankjewel. Laat me wat zien. Laat een blauw duimpje achter omhoog. Als jullie hem awesome vonden. En peace.